PSV presenteerde vandaag enigszins officieel de eerste nieuwe aankoop voor het nieuwe seizoen. De terugkeer van André Ojer. Hij verruilt na 3 jaar Blackburn Rovers Engeland weer voor Nederland. Ja, toch? Hier zien we André Ojer, algemeen directeur Jan Reker, zijn zaakwaarnemer Sigi Lens. Jongen, ja, veel succes hier. Ja. En André Ojer is terug van weg geweest, want hij speelde al eerder 9 seizoenen in Eindhoven bij PSV. Ojer 2-1. Ja. Twee verdedigers die samen het tweede doelpunt maken van PSV. Heinze buitenom. En daar is het eerste doelpunt. 16 minuten gespeeld. Ojer maakte. Doelpunten lijken hier vanavond duur. Dus kan dit belangrijk zijn. Van Bommel wel degelijk. Ja hoor, zit erin. 1-0 voor PSV. Uit een vrije trap van Van Bommel. Het is 0-1 voor PSV in de 45e minuut. Ojer. En zo keert André Ojer na 3 seizoenen dus weer terug in Eindhoven. Dat voelt als thuiskomen. Ja, zo voelt het zeker. Ja. Vanaf het moment dat de telefoon ging eigenlijk en Jan Reker me belde. Ja, voelde het eigenlijk al meteen goed. En het voelt echt als thuiskomen. Ja. Want je bent natuurlijk de afgelopen jaren ook wel eens aan andere clubs gelinkt. Hè? Aan Feyenoord, aan AZ. Was dat überhaupt in jouw hoofd ooit een optie? Ja, maar je weet op het moment dat er interesse ontstaat. Voordat er interesse ontstaat en daadwerkelijk tot een contract komt. Dat is nog een hele lange weg natuurlijk. En je weet dat de media natuurlijk veel schrijft en overal bovenop zit. En dan word je vaak in verband gebracht met. Maar ik bedoel eigenlijk, PSV was voor jou de enige optie als je terug zou komen naar Nederland? Ja, nee, kijk, het zegt nooit hoe het loopt in het leven. En vorig jaar zomer had PSV niet geïnformeerd. En toen gaf ik aan dat ik in principe terug wilde naar Nederland. En uiteindelijk ben ik bij Blackburn gebleven. Bewust eigenlijk, omdat ik het daar gewoon nog goed naar mijn zin had. Ja. En afgelopen winter, op het moment dat PSV kwam, was er voor mij maar 1 optie en dat was PSV. Je hebt getekend voor 1 jaar. Waarom maar 1 jaar? Ja, niet echt bewust eigenlijk. We weten allemaal wat we aan elkaar hebben. Ik weet wat ik aan PSV heb en PSV wat ze aan mij hebben. En het is niet dat ik ervan uitga dat ik maar 1 jaar hier blijf in ieder geval. Want als je om je heen luistert, er zijn al mensen die schrijven jou een beetje af. Hè? Zou fysiek niet meer in orde zijn, maar je hebt in Engeland meer gespeeld dan ooit lijkt mij. Ja, nou, ik ben de laatste 3 jaren zeker. Ik heb 3 jaar geleden natuurlijk mijn been gebroken. En daarna heb ik eigenlijk zo goed als alles gespeeld. En natuurlijk krijg je wel wat rust en wat dingen. Ik zit natuurlijk ook nog steeds bij het Nederlands elftal. En een groot doel van mij is om natuurlijk volgend jaar weer mee te doen om te prijzen hier. En nog naar het WK toe te gaan. Dus als ik afgeschreven word, dan hoef ik ook niet naar het WK toe, denk ik. Dus het is niet dat ik nu hier naartoe kom een jaar om rustig op mijn gemak te gaan trainen en af te gaan bouwen. Dat komt nog niet bij me op, nee. Je moet zorgen voor de broodnodige ervaring in het team, wordt ook wel eens gezegd, hè? Ja, nou, laten we hopen dat ik daaraan mijn steentje kan bijdragen. En, ik hoop dat ik een goed niveau kan halen en dat ik mijn eigen niveau omhoog kan krikken en dat ik van een grote waarde kan zijn voor de club. Wat vragen mensen zich nou nog meer af? Voor welke positie gaat hij? Nou, dat moet je aan de trainer vragen, zo denk ik wat hij wil. Ik ben blij dat ik terug ben en wat je net al aangaf. Het voelt echt als thuiskomen in alle geledingen. Overal iedereen die ik tegenkom voelt het hetzelfde. Ja. Wat het zo direct gaat worden, sportief gezien en waar en hoe en wat, dat zien we zo direct wel. En natuurlijk hebben we daar onze ideeën over. Maar... Heb je er al met hem over gesproken, met de trainer? Ja, natuurlijk. Maar dat is... Dat gaan we straks in de voorbereiding merken. Ja, nee, maar je weet nooit hoe het gaat. En je weet nooit hoe dingen lopen gaan. En wat goed is voor het elftal, daar zal ik staan. En daar zal ik een steentje aan bij proberen te dragen. En waar het is, is het. En mijn voorkeur gaat natuurlijk altijd uit naar centraal. Maar dat weet iedereen. En als het anders is, dan is het anders. Je hebt PSV natuurlijk gevolgd de afgelopen seizoen. We hebben een beetje een dip gehad. Het is niet zo gegaan als we eigenlijk gewend waren hier in Eindhoven. Dat moet eenmalig zijn? Ja, maar kijk, je moet goed onthouden. Dat moeten mensen goed beseffen. Je kan niet 10 jaar aan 1 stuk lang elk jaar dominant zijn. Dat kan gewoon niet. En er zitten wel eens 1, 2, soms misschien 3 jaar tussen dat het ietsje minder kan gaan. En dit is 1 seizoen geweest. En laten we hopen dat we het bij 1 seizoen kunnen houden. Dat we volgend jaar in ieder geval weer wat hoger op de ranglijst eindigen. En in ieder geval tot de laatste momenten om alle prijzen mee kunnen doen. En een onderdeel van de officiële presentatie was natuurlijk het feit dat André Ojer uit handen van PSV coryfee Willy van der Kuilen zijn officiële wedstrijdshirt kreeg. André Ojer, terug bij PSV. Ja.